Ik denk een vraag waar we allemaal wel mee te maken hebben is, kan ik vergeven? En in sommige situaties zeg ik ja, geen probleem, ik vergeef makkelijk. En in andere situaties denk ik dat is het heel erg ingewikkeld. Lukt het niet. En nu is het vervelende, nu is het slechte nieuws dat het nou gaat om die situaties. Want de situaties waarin je makkelijk kan vergeven, ja, die zijn niet zo spannend, die zijn niet zo ingewikkeld. Daar gaat het dus ook niet om. Wil je stappen zetten om een betere versie van jezelf te worden, en dat wil ik, en ik weet dat jij dat ook wilt, anders zit je nu niet te kijken, dan gaat het erom om ons te oefenen in vergeven. Zodat we steeds beter worden in vergeven. Het is net als sport. Als je niet oefent, word je er niet beter in. Dat is met vergeven ook zo. Dus als ik oefen in vergeven, kan ik op een gegeven moment dingen vergeven waarvan ik nu nog niet weet of nu denk, het lukt me niet. Ik kan nu niet vergeven. Kijk, het is voor mij heel makkelijk om dat busje dat nu loopt te starten en heel erg veel lawaai maakt in een video te vergeven. Dat is niet zo moeilijk. Maar kan ik vergeven dingen die mij werkelijk zijn aangedaan? Of nog moeilijker, kan ik vergeven dingen die mensen van wie ik hou, dat die dingen zijn aangedaan? Wat is vergeven dan eigenlijk? Heel eenvoudig gezegd, vergeven is ruimte maken in je ziel. Ruimte maken in je zijn. Ruimte maken in je bewustzijn. Zodat je zelf weer verder kan. Los van de ander die je vergeeft. Een ander aspect is, kan de ander mij vergeven? Durf ik om vergeving te vragen? Want we hebben het heel vaak over dat ik de ander moet vergeven, maar de ander zal mij ook af en toe moeten vergeven. Want ik ben echt geen engeltje. Ik doe dingen waar iemand moeite mee krijgt en moeite mee heeft van wat ik heb gedaan. Kan ik dan de ander nog helpen om mij te vergeven? Nou, soms wel. Soms help je de ander om afstand te nemen. Om hem of haar het proces te geven. Een andere manier om de ander te helpen om te vergeven is om vergeving te vragen. Om je moed bij elkaar te rapen en naar diegene toe te gaan. En zeggen, sorry, het spijt me. Wat ik deed was niet goed. Kan ik dat? Heb ik daar de moed voor om dat te doen? Dat is een ander aspect. Anders hebben we het alleen maar over de ander vergeven. Nee, jij en ik moeten ook vergeven worden door andere mensen. Dat is ongetwijfeld. Want in het samengaan van mensen botst het. Zo eenvoudig is het. Het is ook niet zo spannend allemaal. Het is ook niet iets ingewikkelds. Het hoort erbij. Vergeven hoort erbij. Dit was het. We zijn aan het einde gekomen van de inspiratie van deze week. Volgende week weer een nieuwe video. Wil je nou ondertussen niks missen? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal. Maar je kan je ook abonneren op onze wekelijkse inspiratie op www.inspirerendehutspot.nl.